Hallo jongens en meisjes. In de vorige aflevering hebben jullie kunnen zien wat de pieten allemaal deden in Spanje. Maar er zijn nog veel meer pieten die daar aan de slag zijn. We gaan kijken wat die daar allemaal doen. Nou, dit is onze waspiet. Hey Monique. Hi. Ja, zij zorgt ervoor dat al onze kleding weer fris en fruitig eruit ziet. Absoluut, ja. Zeker weten, ja. Oké, okay. Maar die was dus altijd heel vies. Ja, ja, dat klopt. We hebben soms wel eens pietjes die plassen in hun broek. Oh, echt waar? Ja, maar hoezo dan? Ja, op zich niet zo heel erg, maar die zijn gewoon een beetje, vinden het spannend om naar Nederland te gaan. En dat zijn dan nieuwe pieten, die zijn nog nooit in Nederland geweest. En dat is gewoon spanning. Een ongelukje kan gebeuren. Ja. Altijd. Ja. Ja. Altijd. Ook bij de pieten. Ja. Mag zien dat je het heel druk hebt. Ja. Wij gaan weer verder. Ja. Oh ja. Ja. Wij hebben het ook Ja, dat gaan we wel. Nou, veel plezier. Doei. Doei. Het is nu tijd voor ons dagelijks sportuurtje. Oh. Sinterklaas wil dat wij zo fit en gezond mogelijk richting Nederland gaan. Oké. Ja. Heb je anders zin om mee te doen? Ja, dat is wel gezellig. Ja, dat kan ik meedoen. Meedoen? Nee, we doen het vandaag niet zo moeilijk. Ja, maar ik weet niet of ik het vol kan houden, want ik ben niet zo heel sportief. Nou, ga bij de pieten staan. Ik probeer. Ja. En gewoon. Okay. Goed. En strooi. En terug. We gaan weer strooien. Naar de rechterkant. En 1. En 2. En 3. En terug. Ik hoop echt een keer friet eten, hoor. Want het is Hoi Pieter. Ja, wij zullen ook wel weer Piet, schoonmaak Piet. Hoi. Je bent wel heel druk volgens mij. Hè? Ik zie jou, kon je overal tegen. Ja, echt. De pieten die maken zoveel rotzooi. En dan knoeien ze nog overal. Met eten? Ja. Echt waar? Ja, en overal zitten ze dan daarna met de handen aan. Die wassen ze dan niet. Ja. Dus dan moet ik ook weer alles afdoen met een doekje. Dit is zo hartstikke groot. Monique, zullen wij weer verder gaan? Oh, ja, sorry. Ja. Ja, ik ga weer verder. Werk ze. Doei. Ja. Hallo, kunnen jullie een beetje stil doen alsjeblieft? We zijn aan het werk. Wij zijn ook aan het werk. Ja, moet wel goed hangen voor Sinterklaas. Zo. Hey. Hey. Hoi. Hi. Hey Monique, wat leuk dat je er bent. Ja. Nou Monique, dit is onze secretaresse Piet. Zij regelt alles. Nee, zij verwerkt alles. Regelen dat doe ik. Ja. Hoi. Druk hier. Ik wist niet dat jullie het nu ook al zo druk hebben. Het is toch pas zomer? Ja, we hebben het zeker heel druk. Er zijn kinderen die willen weten hoe het met Sinterklaas is. Tekeningen komen zelfs nu al binnen. Oh, echt waar? Ik dacht eigenlijk dat jullie in de zomer gewoon lekker aan het zwembad zaten. En lekker rustig. En was het maar zo. Nee, natuurlijk niet. Echt niet? Nee. Jij ook niet? Nee, zeker niet. Ja, wel fijn dat je er even bent, Monique. Gezellig. Ja. Nou, misschien kunnen we maar beter gaan, want dan kunnen jullie verder. Ja? Je hebt het echt heel druk. Ja, kunnen jullie verder? Heel druk. Oké. Okay. Ja. Er moet nog veel gebeuren voordat we naar Nederland kunnen. Oké, okay, nou, succes. Succes. Werk ze. Ja, dankjewel. Nou staat mijn plakband op en hoe moet ik dit nou vastplakken? Oh, ik heb het ook niet. Al die cadeautjes inpakken. Hier gebeurt het allemaal. Hoi. Hallo. Oh, leuk dat je even langskomt. Ik heb het zo druk. Ja, ik mag hier gewoon alle cadeautjes inpakken. De belangrijkste job. Ja. Alle cadeautjes, kijk. Dobbelspel. En een speciaal kwartet. Oh, en dan doe je daar zo'n mooi lintje omheen. En een lintje eromheen. Die heb ik hier en die heb ik hier ook nog heel veel. En dan is het gewoon de belangrijkste job. Maar ik heb het wel heel druk, dus heb je zin om te helpen? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, Monique is onze gast. Ik roep wel even iemand, dat is geen probleem. Ja, zeker. Oh, dat is wel fijn. Ja. Ik wil je best helpen. Hallo! Ja, mij ook. Nee. Nee, muziek. Nee. Wij zijn niet druk bezig met inpakken. Ja, maar je riep. Ja, ik roep iemand anders. Zij moet even ergens anders zitten. Oh, ik kan toch best even helpen. Hallo! Dank je wel. En anders doen we het niet. Nee, daar komen ze al aan. Zullen jullie mijn papieten even helpen? Ja, oké. Okay. Ja, nee, ja, oh, dan kunnen wij verder. Oh, fijn, ja, oh. Zijn. Maar ik heb het met de mond bij. Ja, ik zou het. Doei. Hallo, hoofdpiet. Ik wil je even iets laten zien. Oh, hallo Sinterklaas. Ik kan u niet zien, Sinterklaas. Dan moeten we even uw camera aanzetten. Welk knopje is dat? Ik snap er niks van. De vorige keer
vorige keren ging het allemaal prima. Onderin Sinterklaas zit zo'n knopje met een camera erop. Daar moeten we even op drukken. Nou, dan maar zonder camera. Heb je Monique al gezien? Vergeet je haar niet het cadeautje voor Mats mee te geven. Ik vind het toch wel jammer dat Mats er niet is. Wat mij betreft hadden ze wel samen mogen komen. En hoe gaat het verder daar? Alles nog een beetje onder controle? Ja, Sinterklaas, hier is alles onder controle. Hartstikke druk. En ja, ik zal het cadeautje voor Mats niet vergeten, Sinterklaas. Ja, het gaat hier goed. Dus tot morgen, Sinterklaas. Tot morgen. Daar. Hey, ook Piet. Oh. Hey, ook. Hoi. Hey, Monique, wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook superleuk om hier te mogen zijn. Ja, ik hoorde dat je hier kwam logeren. Ja. Ja, we hebben Monique al een hele rondleiding gegeven door het hostel. Ja, controle en regelpietjes, die hebben we al veel laten zien. Het is natuurlijk weer iets... Ja, iets heel anders als die SSK-shows presenteren natuurlijk. Zo kun je ook eens zien wat wij de rest van het jaar doen natuurlijk. Ja, het verbaast me echt. Ik had niet in de gaten dat jullie het nog zo druk hadden. Ja, het is hier hartstikke druk. Echt wel? Ja, het is hier hartstikke druk. Maar even iets anders. Straks als we gaan eten buiten, dan heb ik iets speciaals. Oh, want normaal gesproken... Eet een friet? Nee. Ja, lekker. Rekel. Ik weet niet wat we eten. Dat regelt Keukenpiet natuurlijk. Oh, ja. Ik krijg het menu ook niet. Het staat hier niet op. Maar iets anders. Ja. Er is een speciaal tafeltje waar Sinterklaas en ik altijd aan eten. Ja. En omdat Sinterklaas nu op zijn kamer eet... Ja, Rekel. Ik weet dat je jaloers bent. Maar voor deze ene keer mag jij samen met mij aan het speciale tafeltje eten. Nou. Oh, echt? Oh, maar dat vind ik echt super. Ja, echt, dat is toch zo leuk. Echt wel. Ja. En je ziet hem jaloers te zijn. Ja. Ja. En wat denk je van reporter Matt? Die zal ook wel heel jaloers zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Ja, die zal het wel jammer vinden dat hij er niet bij is. Ja. Maar goed, het gaat gebeuren. Maar ik heb nog genoeg te doen, dus tot straks. Ja, je bent zo druk. Ja, wel, hè? Succes. Ja, succes, hè. Daar. Echt waar? Ja. Waarom hier? Ja, op de studio die wordt verbouwd, wordt geluidsdicht gemaakt. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja, beter vind ik. Ik wil herinneren wat ik gisteren heb gedaan. Met mijn pietenpak nog op de daken gestaan. Hou me pak! Hé, hey, hoe is die Piet? Hé! Hey. Ja, dat doe je akoestiek, hè? Ja, zeker. Ja, ja, en een nieuw liedje? Contra, maar daar ga ik nog niks over, daar mag ik nog niks over zeggen. Dan moet nog niet. Nee. Mag ik dan ook niet een heel klein beetje weten? Je hoort als we richting Nederland komen, dan Ja? Ja, dan gaan we lekker terug naar het zo. Nee, ik ga door. Succes. Oké, okay, succes. Doei. Succes. Succes. Doei. Pieter, maak ik even jullie aandacht. Monique, van harte welkom hier op het kasteel van Sinterklaas. Hij kon er helaas zelf niet bij zijn vanwege de quarantaine. Maar daarom mag jij wel hier aan de tafel zitten met mij samen. Je hebt zelf al een cadeautje gehad van Kleding Piet. Ik hoop dat je dat gaat dragen tijdens de verlichte intocht in Kaatsheuvel. Natuurlijk. En dat je het leuk vindt. En wij willen namens Sinterklaas ook een cadeau geven voor reporter Mats. Omdat hij er niet bij kon zijn helaas. Maar ik hoop dat hij dat ook leuk vindt. Ja, ik neem het mee en ik zal zeker zorgen dat het bij reporter Mats komt. Nou, top. Nou Pieter, eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou Monique, heb je een leuke dag gehad? Ja, superleuk. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Oh, mooi zo. Lekker gegeten? Heerlijk gegeten, samen met hoofdpiet aan tafel.
Ja, dat vond ik wel heel speciaal. Ja, dat snap ik. Ik was ook wel een beetje jaloers hoor. Ja, ik ook. Snap ik. Ja. Ik ben er wel heel moe van geworden. Ja, lekker slapen dan. Ik vind het wel heel jammer dat ik morgen weer naar huis moet. Ja, ja, helaas. Snap ik. Nou, slaap lekker. Ja, dank je. Een knuffeltje. Dank je. En goede reis terug morgen. Ja, dank je wel hè. En werk ze nog hè. Dank je wel. Doeg. Zo jongens en meisjes, dat was het laatste deel van deze reportage. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik hoop jullie ook. Jullie zijn van ons gewend dat er op zondag een mooie lichtjesintocht is. Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan. Maar we hebben iets speciaals voor jullie. We hebben een live chat, app, mailen met Sinterklaas, allemaal muziek, leuke dingen die er gaan gebeuren, spektakel en een prijsvraag. Dus ik zie jullie graag zondag terug en dan kunnen jullie lekker meedoen. En voor het SSK-journaal gewoon volgend jaar weer kijken. Zijn we er gewoon weer. Tot dan!